We gaan naar de PS One. Ik zal al eerst nog een game erbij halen. En de memorykaart versteken. Om het menutje nog eens te bekijken. Dan zijn we weer bij de games beland. Ik dacht Tekken 3 natuurlijk. Het blijft toch een superspel. Daar gaat hij. Eventjes beeld veranderen. En dit is het menu van de PS1. Even snel mijn controller zoeken. Ja, de PS1, ook de memory card en de optie memory card en de optie CD player. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Heel goed vergelijkbaar. Dus daar gaan we terug uit. En dan kunnen we Tekken 3 spelen. Het is de Platinum versie. Hij had vroeger Platinum versie en de gewone versie. De originele versie was natuurlijk duurder. En er werden Platinum versies uitgebracht wanneer het spel goed verkocht werd. Hoeveel exact weet ik niet, hoeveel oplages er zouden verkocht zijn. Maar ik weet, Platinum werd uitgegeven wanneer het goed verkocht werd. Een beetje hetzelfde logo, dus dat is allemaal hetzelfde dan de PlayStation 1. Deze heeft precies een beetje meer moeite. Dus het spel start op. Voor de echte fans, ja. Tekken 3. Voor mij toch een toppertje. Allee, let's play the game. I see you. En daar gaat hij weer, de CD. Die gaat weer in het origineel doosje. Met het boekje. Het heeft al goed gespeeld, hè, het spel. En er staat ook nog de originele prijs. Op 1090 frank. Voor de mensen van die in de jaren 90 of later geboren zijn, zullen al niet meer gekend hebben, denk ik. Allee, ik bedoel, in de jaren 2000 geboren zijn, die zullen al niet meer gekend hebben, Belgische frank. Maar 1000 frank was 25 euro. Dus eigenlijk wel nog een vrij duur spel. Voilà, die steekt weer in de collectie. Tot bij de volgende.